Dank u, voorzitter. Voorzitter, de positie van christenen en vrouwen in Egypte verslechtert en het regime van president Morsi onderneemt daartegen vrijwel niets. Sterker nog, dat regime werkt daar vaak aan mee. Alle hoop wordt de vrouwelijke demonstranten van de Arabische Lente ontnomen door een president die genitale verminking van vrouwen alles heeft aangeduid als een familieaangelegenheid. En Amnesty heeft geconcludeerd dat Morsi de Egyptische christenen gewoon niet beschermd tegen geweld en ontvoeringen. Voorzitter, daarnaast een tweede punt. De minister heeft op mijn vraag in het algemeen overleg naar een grondige analyse van de geopolitieke, economische en militaire ontwikkeling in de Arabische regio verwezen naar de volgende begroting. Dat stuk ligt er dan in september en komt op zijn vroegst in december in bespreking. Dat duurt veel te lang. De Kamer moet eerder, liefst zo snel mogelijk, worden geïnformeerd over de visie van de regering op al die ontwikkelingen die ik noemde en de betekenis daarvan voor Nederland. Wij moeten daarover ook veel eerder met de regering kunnen praten. En ik zal daartoe de volgende motie indienen. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de Kamer bij monden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de minister had gevraagd om een brief over ontwikkelingen in de Arabische regio, constaterende dat de Kamer van de minister een brief heeft ontvangen die vrijwel uitsluitend gaat over de transitie als uitvloeisel van volksopstanden en over ontwikkelingshulp, verzoekt de regering om de Kamer alsnog voor het zomerreces een brief te sturen met haar duiding van de geopolitieke, militaire en economische ontwikkelingen in de Arabische regio en de betekenis daarvan voor Nederland. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan heb ik nog een tweede en laatste motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat het regime van president Morsi de christenen in Egypte geen bescherming biedt tegen sectarisch geweld en tegen ontvoeringen. Overwegende dat de positie van vrouwen in Egypte ernstig te lijden heeft onder het regime van president Morsi, verzoekt de regering de steun aan en samenwerking met Morsi's regime in Egypte onmiddellijk te stoppen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt u daarmee deel van de beraadslaging. Ik dank u wel.